Hallo, ik ben Ilse Ruiters. Mijn meest recente boek heet Later als ik dood ben. Het is een psychologische thriller dat zich afspeelt in de wereld van de TBS. Elin werkt als sociotherapeut op een TBS-groep. En zij is op zoek naar de waarheid over haar eigen verleden. En ze ontdekt dat niet alleen de mensen die in de TBS-kliniek zitten, maar ook eigenlijk alle mensen daaromheen best wel rauwe randjes hebben. Het is heel spannend, het is heel sexy, het is heel rauw en ik hoop dat jullie hem allemaal gaan lezen.